Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben een beetje over mijn kanaal en wat er allemaal gaat gebeuren dit jaar. Geen mieren deze video, dus als jullie eigenlijk alleen maar voor de mieren komen, dan is dit eigenlijk niet zo'n hele leuke video. Maar ik ga vertellen over de series die ik dit jaar gepland heb. Ik heb er al 2 gepland en eentje weten we nog niet wat we gaan doen. En hoe het een beetje uit gaat zien dit jaar en of ik nog heel veel dingen ga veranderen. Jullie mogen onder deze video gaan zetten wat jullie allemaal willen zien dit jaar en waar jullie nog heel erg naar uitkijken. Misschien heb je wel een heel goed idee voor een serie die ik kan doen in het najaar. Want ik ga een serie duurt 10 weken. Dus ik ga dit jaar 3 series doen. En de eerste serie, ik ga er nog niet zo heel veel over vertellen, want het is nog niet helemaal zeker. Maar zoals het er nu uitziet, ga ik een serie maken waarbij ik een hele setup maak van het met jullie. Dus ik kies, jullie kiezen hoe de setup eruit gaat zien. En elke video krijgen jullie een keuze aan het eind van de video. En de volgende video wordt die keuze dan gerealiseerd. En dan komt er een poll hierboven. En zo kunnen we samen de setup maken van een buisje naar het hele, de hele kolonie. En dat is dan echt jullie kolonie ook, zeg maar. Een soort van. Dus dat lijkt me heel gaaf om te doen. En ik ben nog heel erg aan het kijken hoe ik daar 10 weken mee vol ga maken. Maar dat gaat waarschijnlijk wel lukken, want ik ben creatief genoeg. En dus dat is de eerste serie. De tweede serie is Pijnproef natuurlijk, want die was vorig jaar al best wel, vonden mensen al best wel leuk vorig jaar. En er zijn ook heel veel mensen die hebben gevraagd of ik Pijnproef weer zou doen. Dus ik ben nu al best wel op zoek naar mensen die soorten hebben die ik nog niet vorig jaar in de Pijnproef heb gedaan. Hieronder in de beschrijving staat en staan alle soorten die ik al gehad heb. Dus op die manier weten jullie of ik een soort al heb gehad. En misschien als je een soort hebt, staat ook hieronder in de beschrijving het mailadres waar je naar moet mailen als je het leuk vindt om jouw mieren in de pijnproef te zien. Dan zou je 1 of 2 werksters opsturen. En ik betaal dan misschien, ja waarschijnlijk, ik betaal gewoon de verzendkosten. En ja, dan ga ik met jouw mieren een pijnproef doen. Dus hieronder staat de soorten en het mailadres. En dat voor dat. En dan nog 1 dingetje. Hier heb ik een nieuw bureau en een kledingkast. En op het bureau, deze is wit. Dat is lekker makkelijk als ik video's ga maken. Want als ik nu mieren hier heb lopen, omdat ik ze iets wil laten zien of zo, dan kunnen jullie veel makkelijker zien hoe ze eruit zien. En ook, ik weet niet of je het kan zien, maar hier zo heb ik een hele grote werkster van Campanotus gigas. Een giga. En ze is echt heel erg groot. En die heb ik gekocht van iemand. En ik vind haar echt heel gaaf. En ze staat hier op een mooi plekje in mijn kast. Dus ik wou hem gewoon even laten zien. Dus het is echt heel groot. Iets van 4 centimeter groot. Als je de pootjes mee telt, zeg maar. Dan is hij iets van 4 centimeter groot. Dus dat is echt wel heel vet. Ik ben een beetje aan het sparen nu voor nieuwe soorten. Zodat ik de komende 2 weken nog mieren kan laten zien. En daarna gaan we al gaan de mieren al uit winterslaap. Daar heb ik echt heel lang op gewacht al. En dan is het eindelijk weer klaar met de winter. En dan gaan we weer een nieuw seizoen. En daar ben ik super blij mee, want ik kon echt niet wachten. En dan gaan we gewoon weer leuke video's maken elke week. En dan weer een serie dus ook elke woensdag. En ik ga waarschijnlijk beginnen
de eerste week van maart met de serie. Misschien dat ik de laatste week van februari of de eerste week van maart ga ik beginnen met de series. En ik kan daar echt niet op wachten. Want ik heb nu zoveel ideeën al voor het komend seizoen. Voor video's die ik kan maken die ik nu nog niet kan maken. Omdat ik die mieren heb die nog in winterslaap zitten. Maar als die uit winterslaap komen, kan ik al die video's wel weer maken. Ook met Niger Nation. Die ik al een tijdje niet meer heb gezien. Ik ga heel af en toe nog even kijken bij de mieren die nu in de schuur staan. En de Niger Nation, ze zitten er sowieso nog in. Dat wel. Maar ze zijn er gewoon nog echt duidelijk in winterslaap. Ze zijn niet dood. Ze leven volgens mij nog wel. Ook dat ik gewoon nog eitjes zie aan de onderkant. Maar ja, ze zitten gewoon nog in winterslaap. Dus ik kan echt niet meer wachten totdat ik de hele kast hier zo kan volladen met kolonies. Want het staat nu alleen nog maar vol met troep en potjes en dingetjes. Dus dat wordt ook wel even mijn kamer heel erg opruimen. Maar ja, als jullie ideeën hebben voor een leuke derde serie. Want ik ga dus 10 weken serie 1. Dan 10 weken pijnproef seizoen 2. En daarna nog een derde serie. En die weten we nog niet zo goed wat we ermee gaan doen. Er zijn ook mensen die ze zeggen van ja, maar je had toch een andere serie. En daar, want er is een mierengroep en, op WhatsApp. En daar heb ik al dingen gevraagd voor een serie. Alleen die serie was te mieronvriendelijk, zeg maar. Ik kon hem gewoon nog niet. Dan zou ik al mijn kolonies nu al uit winterslaap moeten halen. Om op tijd die serie klaar te kunnen maken. En dat zou gewoon geen doen zijn. Dus daarom heb ik gekozen om een andere serie te doen tot die tijd. Misschien, heel misschien, dat ik hem nog als derde doe. Maar ik ga eerst even naar jullie toe. Wat vinden jullie een leuke serie om te zien? En zeg het maar, ik doe. Ik kan ook nog naar de meest random plekken in Nederland gaan. Het hartje Amsterdam of op de Veluwe of allemaal dat soort dingen. Om te kijken hoeveel mierensoorten ik daar kan vinden. Want heel veel mensen zeggen dat ze alleen relaties niet gaan hebben in hun wijk. Maar als ik hier zo om me heen kijk, rond mijn huis, dan vind ik al 3 soorten, namelijk Lasius niger, Tetramorium en Tendothorax. Ook Leptothorax heb ik al gevonden hier. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om te gaan zoeken naar soorten ergens anders in de buurt. Dus dat kan ik ook nog doen. Bedankt voor het kijken naar deze praatvideo. Volgende week ga ik hopelijk weer mieren laten zien. En laat vooral weten wat jullie willen in de reacties. Doei!